Welkom bij Stug, het programma voor en door studenten. Vandaag laat Matthijs zijn krakfiets zien en valt Floris weer in. Maar we beginnen met onze eigen MTV Cribs, Huis. Hallo Stug, welkom bij de 27e hemel. Kom maar binnen. En nog een trap op. En dit is nou mijn kamer. Hé, dit is nou de bank waar ik de hele avond ga chillen als ik een hele lange dag sharing heb gehad. Nou, hier heb ik een poster van Lady Gaga hangen. Ik was zo'n fan van haar dat ik hem voor 15 euro zelfs wil aanschaffen. Best wel treurig. Ik laat je nu mijn schoenenverzameling zien. Het zijn er in totaal 30. En dit zijn mijn lievelings. Ik vond ze heel mooi. En anderhalf jaar geleden waren ze ooit een keer in de Sasha te koop. Maar ze waren heel erg duur en ik had het geld er niet voor. Toen ben ik een keer met een lege portemonnee ben ik alsnog de Sasha ingelopen. Een maand later waren ze 50% afgeprijsd. Maar had ik geen geld om ze te kopen. En nu een jaar later heb ik ze via Spanje uit alsnog heel goedkoop kunnen vinden. Ik zou je nu mijn voorraad rum laten zien. Die wil ik eigenlijk heel graag opdrinken, maar ik mag nog eventjes niet. Ik mag even wachten. Nou, hier staan mijn studieboeken. En een klein maar fijn studieboekje wat ik graag lees is Masseren voor Dummies. Dit is mijn pyjama waar natuurlijk alle magie in gebeurt. Dit is een van mijn knuffels. Nee, Teddy. Ik heb hem van de kermis gekregen. Oh, mijn BH, jezus. Hier hebben we een paar schilderijtjes. Die zijn van toen ik gevraagd werd voor kroegbal door mijn vriendje. Het waren allemaal rozenblaadjes, kaarsjes en deze mooie schilderijtjes. Toen heeft hij me heel erg lief gevraagd omdat hij het jaar daarvoor mij dronken had gevraagd op één knie voor de oceans. Dus dat was wel een hele goede verbetering. En nu gaan we naar mijn keuken. Hier heb ik mijn koelkast. Er zitten allemaal hele lekkere, gezonde dingen in. Ik heb ongeveer 15 potjes, 20 potjes kruiden. En die liggen allemaal hier. Mijn favoriete is toch wel saffraan. Die ziet er ook heel mooi uit in zo'n buisje. Het smaakt heel lekker. Een beetje bitter en pittig. Dit zijn mijn brilletjes voor in de zomer. Zonnebril op als je me tegenkomt. En fok ja, zure regentorn, want bij mij schijnt altijd de zon. Nou, laat ik je nu eventjes de wc zien. Gelukkig wordt de bril nu wel omlaag gedaan. Want normaal maakte de man er een sport van om dit ding omhoog te laten staan. Het maakte niet uit hoe vaak we het zeiden. Ze deden het toch nooit, maar nu gelukkig wel. Dit is de badkamer. Heel erg groot en heel mooi. Nou, we hebben een schoonmaakrooster. Zoals je ziet houdt iedereen zich er heel erg goed aan. Niet, want ik heb alweer extra moeten schoonmaken, terwijl het helemaal niet de bedoeling was. Nou, dit is hem dan. Onze geweldige tuin. Lekker groen, lekker mooi. Goed onderhouden vooral. En nou, wel heel weinig onkruid zoals je ziet. Tot slot laat ik nog even mijn fiets zien. Kom maar mee. Dit is hem dan. De ultramoderne Batavus fiets. Elke maand een andere kleur en dit keer was het zilver en roze. Nou Stug, ik moet er nu helaas vandoor gaan. Leuk dat jullie er waren en tot snel.
Ik heb de fiets 3 jaar geleden gekocht in de fietsenveiling bij de bibliotheek. Nou, ik woonde toen even tijdelijk in Hoogkerk, dus ik moest elke dag op en neer van Hoogkerk naar de stad weer om naar college te gaan en dat soort dingen. De fiets heeft wel behoorlijk wat mankementjes. De banden zijn een beetje lek. Het licht is kapot, remmen zijn kapot, de versnelling is kapot. Ik denk dat ik die pinput verdien, want ik heb die fiets nu al 3 jaar en het is eigenlijk een beetje een broertje van me geworden. Ik heb hem eigenlijk nog wel liever dan mijn eigen echte broertje. Vind jij ook dat Matthijs een krakfiets een tweede kans verdient? Ga naar onze Facebookpagina. Like dit filmpje en zorg ervoor dat Matthijs zijn fiets gepimpt wordt. De krakfiets met de meeste likes wint de professionele opknapbeurt. Vind ik leuk. Komende zomer is het weer zover, de Olympische Spelen. En wat deze sport betreft hebben we zeker kans op een medaille. Dus tijd om eens een kijkje in de keuken te gaan nemen. En dat doe ik vandaag bij judo. Wij zijn judo vereniging de Mattenkloppers. We trainen maandag en woensdag. Nou, heb je een keer zin om mee te doen, je bent van harte welkom. Ja! Hey! Grijpen, smijten en weer opstaan. Zo doen ze dat bij Groninger Studenten Budo Vereniging de Mattenkloppers. Budo, dat is de verzamelnaam van allerlei gevechtssystemen. Zoals jiu-jitsu en karate, maar ook judo. Zachte weg betekent dat in het Japans. Vandaag gaat Floris dit pad bewandelen op de Aklo. Hij heeft aan de mattenkloppers de perfecte leermeesters. De dames en heren judoka's vieren volgend jaar hun 8e lustrum. Ervaring genoeg dus. Goedenavond. Hey. Hi, Floris Sprenger. Floris, welkom. Hi. Simon Leistra. Dag. Ik zie jullie druk bezig zijn begonnen met de training. Ik ben aan de late kant. Ja. Maar kan ik nog mee jullie doen? Maar natuurlijk. Ja? Ik heb een pak voor je meegenomen. Schitterend. Kijk eens. Dit ga ik aantrekken en dan maak ik zo mijn debuut op de dojo. En tot zo. Tot zo. Nou, ingesnoerd en wel. En volgens mij kunnen we nu gaan beginnen. Zo beginnen we altijd, Floris, op de knieën met groeten voor elkaar. Het wederzijds respect, een belangrijk thema binnen het judo. Opdracht is als volgt, Jaring ligt op zijn buik. En ik zit ernaast en ik moet proberen hem door middel van benen op zijn rug te krijgen. Jaring ligt op zijn buik en doet er alles aan om op zijn buik te blijven liggen. Ja. Heb je hem? Ja. Oké, okay, gaan we met z'n allen doen. Ja, ga je gang voor. Dat is prima. Ga maar omkeren. Ja. Hup. En dan, als het lukt, ga je er lekker op liggen. Hup. Omtillen. Hup. Oké. Okay. Hup. En naar bovenop. En hou hem lekker vast. Houd tegen, Floris. Hey, je buik liggen. Blijf op je buik liggen. Tegen, hand, tegen, hand, tegen. Zo. Wat een begin, jongen. Oh, dan gaan we nog een keer. Ah. Ah. Oh, gast. Jezus Christus. En holy shit, wat een introductie was het direct. Ben je warm geworden? Man, ik voel het direct hier, hier, ja. Hier. Maar goed, dat hoort erbij waarschijnlijk. Ja, er zijn groeimogelijkheden. Kijk, ik heb het goed gedaan, ja, toch? Ja, absoluut. Maar het kan nog beter. Logischerwijs. En het maatje waar je net mee was, Jaring, ja. Die wil jou graag helpen. Dit is Jaring, kom erbij, Jaring. Ja. Hallo. Hi, Floris. Jaring. Hi. Nou, op pad met Jaring. Drie technieken met judo. De eerste techniek is de schouderworp. Ippon Seo Inage. Ongeveer. Pak elkaar vast aan het jasje van de bovenarmen. Draai in met je arm, je spierbal zeg maar, en smijt je tegenstander neer. Voor het begin dan buigen we even voor elkaar. Ja. Je spierbal onder. Dan ik spierbal. Ja, gaan we bewegen. Achter naar voren, achter. Ja. En dan. Tweede techniek. Ja, tweede techniek. Weer vanuit dezelfde pakking. Dus refer en weer bij de mouw. De tweede techniek, de heupworp. Harai Goshi in het Japans.
Pak elkaar weer lekker stevig vast bij de bovenarmen. Haak je been met een zwaai aan de buitenkant van het been van je tegenstander. En kletter hem neer. En dan gooi ik als het ware zeg maar zo. Benen voorlangs en je zwaait mijn been op. Het is eigenlijk een soort van stijldansen in het begin. Je hebt elkaar vast, schouder, onderarm. Dan vraag je elkaar ten dans. Dan ben je voor het dansen een beetje gemeen. Ja, ik vind dat je het heel goed oppakt en de eerste worpen die beheers je al heel goed. En ja, ik zou zeggen, ga zo door bij de mattenkloppers. Goed, dan moeten we eens even kijken hoe ver we komen vandaag. We hebben natuurlijk nog een derde techniek die best wel belangrijk is. Ja. Wat is dat precies? Dat is de O-Uchigari. 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 Ja. O-Uchigari. Of zoiets. Pak elkaar aan de bovenarmen beet. Zorg ervoor dat je de balans van de tegenstander verstoort. Haak jouw benen tussen de benen van je opponent door en werp hem naar de grond. En heel belangrijk is dat je daarbij goed let hoe je afslaat op de mat. Ja. Want bij de mattenkloppers hoor je altijd geklopt op de mat. En dat is juist om die impact op te vangen voor het valbreken, zeg maar. Hallo. En jij? Ja, door. Ja, doorsturen. En doorsturen. Goed zo. En hoor je dat? Ja. Dat is die mattenklop. Goed. Hey, goed. Je was vanavond mijn meester. Kijk, ik ben natuurlijk groen nog, maar een beetje wegwijs geworden. Ja. Straks de grote finale. Denk je dat ik er een beetje klaar voor ben? Absoluut. Ik denk dat je drie hele goede technieken in huis hebt. Ja. Onder andere die Ippon Seonage. Ik zou daar goed in de wedstrijd gebruik van maken. Ja. Dus goed met die spierbal en goed je lichaam erin. En dan gaat het zeker lukken. Nou, gauw, tegen wie ga ik de finale spelen? Floris. Hi. Nou ja, goed, het grote duel gaat beginnen. Dat betekent natuurlijk dat wij spelen op die jekkel. Dit is het duel. Floris tegen Stefan. Ik heb gevochten en gestreden, alhoewel vechten, het was een spartele duwen. Ik wist dat ik geen kans zou maken, maar ik heb me volgens mij toch nog een beetje geweerd. Aan de training lag het vanavond niet, mattenkloppen supergasvrij. Het is tijd om een straf in ontvangst te nemen. Floris, super goed gestreden. Dankjewel Simon. Ad fundum. Nou, mensen thuis, heren bedankt voor de gastvrijheid. Deze is voor jullie. Cheers. Terug voor deze week. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we natuurlijk weer. Tot dan. Hoi. Ah. Was hij goed zo? Niet te kort of te lang? Of, Nee, prima. Hallo lieve stugkijkers. Jullie hebben ongetwijfeld meegekregen dat onze lieve reporter Floris gisteren geblesseerd is geraakt bij een potje judoën. Jezus Christus. We staan nu voor zijn woning en we gaan even kijken hoe het met deze jongeman gesteld is. Ga je met me mee? We staan nu voor zijn kamerdeur, dus ben benieuwd. Daar is onze grote vriend. Hoi jongen, hoe is het nou met je? Ja, god, ja, weet je, het gaat zoveel sporten, gaat het goed. En dan, nou ja, weet je, ongeluk zit in een klein hoekje. Een ongelukje zit inderdaad in een klein hoekje. We hebben wat bananen voor jou meegenomen en wat appeltjes. Jongen, vertel eens even, hoe kom je de dagen nu zo door hier? Nou ja, het is pas net gebeurd. Het is natuurlijk gisteren gebeurd bij de opnames. En het ging best lekker, het hele judo en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment bij het duel, toen voelde ik op een gegeven moment dat ik mistrapte tegen de scheen van die boy waar ik tegen moest. En toen voelde ik al van het is niet lekker.
En vanochtend naar huis had geweest en zei, niet heel gebroken en zo, maar het is vooral heel zwaar gekneusd. En vandaar ook die kleuren allemaal. Ja, want laten we inderdaad even naar de kleuren gaan kijken. Dat is ontzettend bijzonder. Mijn tenen staan altijd scheef, dus ik denk van als dit zo eruit ziet, van dit klopt sowieso niet. Ja, dat klopt wel, maar het is vooral een apart kleurenpalet. Ik heb paars, ik heb roze, ik heb rood, ik heb groen, ik heb blauw. Ja, dat is... Ja, je hebt alle kleuren van de regenboog. Ja, uniek. Want dit was jouw 34 of 35ste aflevering. Ja, wel dik over 30. Ik denk 33, 34, zoiets. En zo zie je maar. Zo snel kan het gaan. Nou, in ieder geval van alle kijkers en alle mensen van de organisatie, we wensen je ontzettend veel beterschap. En hopen dat je er snel weer bij bent. Nou, ik hoop oprecht dat dit niet het einde betekent van mijn sportieve carrière. Ik zal alles doen om snel weer op het veld terug te keren. En jullie te verblijven met allerlei leuke sporten. En nog een paar gave afleveringen te maken. Ja. En dit is dus eigenlijk gebeurd gisteren bij de mattenkloppers van de ACLO. Dus jongens, bedankt. Ja, bedankt. Het was heel erg leuk daar hoor. Dus dat moet je niet wel goed onthouden. Het was inderdaad heel erg leuk. Nou, wij laten hier met rust. We wensen je ontzettend veel beterschap nogmaals. Dankjewel. En zoveel aandacht, dat hoeft echt niet de volgende keer. Maar dat tezijde. Jongens, het hoeft dus niet eigenlijk hè. Dus we gaan weer lekker naar huis. Ik vind het heel lief van jullie hoor. Dankjewel. Doei. Doeg.